naam van de kerk van de kracht Sint-Andries en de visie 2 Sint-Andries in de Gaten. Ik wil u allen zeer hartelijk welkom op deze westelijke namiddag. Meneer de bisschop, beste genodigden, Sint-Andrieskerk, allen niet een beetje bekend, maar in deze eeuwenoude kerk leven wij nu anno 2012. Het is ook goed dat hier het woordje media gevallen is. Wat mensen over elkaar zeggen, over de wereld zeggen, over het leven zeggen. Het is ons allemaal verlangen dat dit mag gedreven zijn door een oprecht zoeken naar waarheid. En soms kun je de waarheid heel kort zeggen. Trouwens ook in het evangelie staat er. Uw ja zei ja, uw nee zei nee. Als het echt waar is, dan heb je niet veel tekst nodig. Soms vertoezelen, denk ik, lange artikelen en lange interventies een beetje de helderheid van de waarheid die korter kan gezegd worden. U hebt gehoord, oorspronkelijk stond er hier een beeld met een tweeluik. De ene zegt A, de ander zegt B. Toen de kunstenaar Alain dan naar hier kwam met het idee, het eerste project, was ik eigenlijk een beetje geduust. Hij kwam met een kerkinterieur af. Ik wilde net een venster openen in de kerk naar de wereld hier buiten en krijg als antwoord, kijk maar eens terug in de kerk. Maar toen ging langzaam het doek omhoog. Want hij had blijkbaar artistiek omgezet wat ik probeerde in een tweeluik weer te geven op primitieve wijze. Al dan niet gevoed door de allegorie van de grot van Plato, heeft hij de wat schijnwereld die opgeroepen wordt gescheiden van de ware werkelijkheid in het licht achteraan. Wij worden bedolven door een overvloed aan mediaberichten. Een bijna een tsunami. Wij weten niet meer wat eerst doen. De ene krant openen, andere magazine lezen, op het ene toetsenbord duwen of op het andere afstellen en zappen. We worden overspoeld. Daarom staan er ook kranten van alle grote cultuurgebieden op. Natuurlijk, we zijn wie we zijn, van Antwerpen, de Vlaamse pers, de belangrijkste kranten zijn vertegenwoordigd. Maar je hebt ook van de naburige landen en ook voor diegenen die de taal van de Russen, de Chinezen of anderen kennen, zullen hun gading vinden. Omdat de ene krant die hier historisch gegroeid is, niet altijd dezelfde is gebleven, zoals ook wij wel andere accenten krijgen in de loop van de geschiedenis, staat er één krant twee keer op. In een hedendaagse versie, enkele weken geleden, in januari, maar ook een historische krant, een van de eerste die hier toen van de pers gingen in de Nationale Straat. Sommigen gaan die media bespelen in een monopolievorming en ontpoppen zich als mediamagnaat. Ik moet toegeven, dit was een knipoog van de kunstenaar hemzelf, maar ik heb ze toch met een brede glimlach graag ontvangen. We zullen maar niet melden de naam van het land, maar toen de Italiaanse priester uit Brussel hier enkele dagen geleden over de vloer kwam, heb ik hem toch met heel veel vreugde getoond. In die overvloed heb je de pers, maar ook de huidige mediavormen. U hebt natuurlijk ook nog de oude boeken met de ganzenveder. En daar vindt u de titel terug, Quid est veritas? Wat is nu de waarheid? Wij roepen en schreeuwen om de truth. En die waarheid, in het Russisch Pravda, iedereen zoekt. Hopelijk authentiek. We bedelen, we bidden erom, of meer intellectueel, we lezen de krant.
maar de smeekbede blijft naar de waarheid. Wij denken, dit is de waarheid die ons getoond wordt, maar het is in feite niet een echte kerk die daar staat. Het is geen kerkinterieur, het is maar een geschilderd toneeldecor. Het is niet wat het lijkt te zijn. Wij moeten op zoek gaan naar de volle waarheid in het licht. En zoals daar juist werd aangegeven door professor Van Heeswijk, het is een tocht, uitgedaagd worden, op zoek blijven gaan, de weg volgen. In die zoektocht staat de ware Franciscus van Sales, de ware, gefilmd door een tv-camera. We gaan hier niet vermelden de welke, maar s'avonds vanaf 6 uur komt hij al in beeld, maar het is al een spiegelbeeld. Ook de kerk heeft zich benut in de loop der tijden om de waarheid tot uitdrukking te brengen, maar natuurlijk ook met enig zelotisme, met enige wervende kracht, noem het propaganda fidei. En de ware Franciscus van Sales werd geïdealiseerd, zoals zoveel heiligen, in een misschien wat al te brave houding. Hoe dan ook, zijn motivatie om de weg te gaan wordt uitgebeeld door het hart. Het brandende hart, zoals ook bij Augustinus, om brandend te zijn, liefdevol te zijn voor de waarheid van God. Staat u mij toe dat ik mij even richt naar Alain? Waar is Alain? Alain. Nous avions déjà été agréablement surpris de voir arriver dans notre monumentale église Saint-André une de vos œuvres, une Pietà, une Vierge et le corps sans vie de son Fils, notre Sauveur, la lumière de tous les peuples. Beaucoup de gens, et parmi eux pas mal de jeunes, ont été impressionnés par la lumière rayonnante et époustouflante. Après, nous avons pu travailler ensemble autour du projet Saint-Porte-Soi-de-Salle et la recherche de la vérité. Ce fut un cadeau du ciel. Par la même occasion, j'ai eu le plaisir de contempler d'autres œuvres dans votre atelier. Et j'ose espérer que le grand public puisse un jour plus amplement faire connaissance de vos tableaux. L'art moderne fait hausser les épaules chez certains. Mais en admirant votre travail, ils pourront apprendre à apprécier et à s'ouvrir vers cet art contemporain avec un message qui dépasse le temps actuel. C'est pour cela que j'aime bien vous remercier avec un tout petit fleuve. Thank you.